We zijn op Sportpark Teurleden. We zijn te gast bij voetbalvereniging PPSC. En vandaag is hier een wandelvoetbal-evenement. Wim Meiboom van het team PPSC, maar ook van de organisatie van het wandelvoetbal hier bij PPSC. Is dat een nieuwe tak van sport bij PPSC? Ja, we zijn in mei voorzichtig begonnen met een wandelvoetbalteam. We hebben van de zomer wat toernooitjes gedraaid voor het eerst. En nu proberen we het thuis te organiseren, zodat we in Schiedam ook wat promotie kunnen maken voor het wandelvoetbal. Want het is we vinden het een heel leuk iets. Ja, en ik heb begrepen dat de reacties ook inderdaad enthousiast zijn voor mensen die anders niet meer zouden kunnen voetballen, nu toch lekker weer aan de gang kunnen. Ja, men is soms, oude voetballers zijn wat sceptisch. Maar ja, het spelletje, je hebt gezien, dat komt een beetje op inzicht en techniek neer. Dus dit is verrekt leuk. En als ze eenmaal bezig zijn, dan is de sceptisch weg bij de mensen. Nou, dat is goed om te horen. Gaat PPSC meer doen met dat wandelvoetbal? Ja, we hebben nu vandaag voor het eerst twee teams opgesteld. Een team dat al een tijdje draait en een team dat vandaag voor het eerst aan een toernooi meedoet. Nou, iedereen is nog leuk, geen wanklank. De scheidsrechter is de baas. Nou, geweldig toch? Mooi weer. Dat willen we meer. Bij me staat Theo Lamers van het team Hellegersberg, wat hier vandaag ook meedoet aan het wandelvoetbal bij PPSC. Doet de vereniging aan wandelvoetbal? Jazeker, elke woensdagmorgen. En hoe bevalt dat? Ja, geweldig. Altijd enthousiaste medespelers. Het is een vorm van voetbal waarbij ook oudere voetballers weer aan de gang kunnen. Ja, juist. Het gaat juist om de leeftijdsgroep tussen de 60 en de 80. Maar wij hebben daar al een van 82. Voor de mensen die dat niet kennen, het wandelvoetbal, waarin verschilt dat nou van het gewone voetbal? Je mag niet hardlopen. En dat is eigenlijk de enige regel die ingesteld is. Is dat wel eens moeilijk voor u? Heeft u toch niet de neiging om wel hard te gaan lopen? Dat doen we allemaal, ja. Want zoals het nu is, het wandelvoetbal, dan is ook vooral techniek, denk ik, belangrijk. Ja, dat is het mooiste van dat voetbal. Met de bal kunnen, de bal laten doen wat je wil. Ja. En nu hier in Schiedam, hoe gaat het tot nog toe? Ja, perfect. We hebben er één verloren en één gewonnen. Is het ook aan te raden voor mensen die overwegen om weer te gaan sporten? Ja, dat is zeker wel. We hebben hier van tevoren ook bijvoorbeeld een soort conditietest gedaan. Als mensen denken van ik kan het niet aan of ik weet het niet. Nou, laten we proberen. We hebben ook een fysiotherapeut die wat zinnigs erover kan zeggen. En blessure, omdat je geen lichamelijk contact hebt en niet hardloopt, zijn blessuren komen haast niet voor. Als mensen kennis willen maken, wanneer kunnen ze dan het beste terecht bij PPSC? Nou, voorlopig trainen we elke woensdagavond van 7 tot 8. Dus als men hier om 7 uur wil zijn, dan kunnen we ook gelijk meedoen.